Hallo, welkom bij weer een nieuwe parel. Samen willen we vandaag stilstaan bij het thema bidden voor elkaar. En misschien had je de gebedsschalen al zien staan. Als je in onze gemeente komt, dan weet je dat we deze schaal hebben. Momenteel hebben we een online gebedsschaal. En daarin posten we onze gebedspunten en onze dankpunten. Ook kinderen doen met ons mee. En zo willen we voor elkaar bidden. En we willen ook groeien in het bidden voor elkaar. En vandaag wil ik je graag 4 dingen aanreiken, waarvan ik hoop dat het je misschien kan helpen en inspireren om nog meer te bidden voor een ander, te bidden voor elkaar. Want het is iets heel moois en ik denk ook iets heel belangrijks. Het eerste punt wat ik zou willen noemen is Gods woord bidden. Als we bidden voor een ander, dan weten we misschien niet altijd, ja, wat moet je dan precies bidden voor die situatie? En soms zeggen mensen wel, wil je bidden voor dat of voor dat, maar wat zou nou in Gods hart zijn? God weet wat wij kunnen bidden voor situaties en zijn woord is heel krachtig. Dus wat we mogen doen is de Heilige Geest vragen om ons een Bijbeltekst te binnen te brengen waar we aan denken. En die tekst kunnen we dan uitbidden over een persoon of over een situatie. Zo was ik laatst in het huis van gebed en ik wilde bidden voor een gezin bij ons uit de gemeente die door een hele moeilijke periode ging. En ik dacht, wat kan ik dan bidden. En ik vroeg Gods geest om mij een Bijbeltekst te geven, zodat ik die tekst kon uitspreken over dit gezin en hun situatie. En ik had gebeden en ik sloeg mijn Bijbel open en ik kwam uit in 2 Samuel. En mijn oog viel op deze tekst. Gods weg is volmaakt. Des Heeren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij hem schuilen. Want wie is God behalve de Heeren? En wie is een rots buiten onze God? En ik dacht erover na en ik denk, ja, Gods weg is volmaakt. Ik weet niet, ik wou hun eigenlijk ook bemoedigen met zo'n gebed dan. En ik denk, ja, ik weet niet hoe zij dat op dit moment ervaren. En ik weet nog dat ik tegen God zei, Heer, misschien moet ik nog even doorbladeren. En ik pakte zo een aantal bladzijden om. En ik kwam terecht in Psalm 18. En ik lees daar, Gods weg is volmaakt. Dus Heeren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij hem schuilen. Want wie is God behalve de Heer? En wie is een rots buiten onze God? Nou, ik was helemaal beduust. Ik kreeg een beetje kippenvel. En dan denk ik dat God gewoon moet glimlachen om mijn verbouwereerde gezicht. 2 keer dezelfde tekst. Hij blijkt 2 keer in de Bijbel te staan. En precies deze 2 plekken, daar kwam ik op uit. Dus toen was het mij duidelijk, ik ben gaan staan, ik heb mijn handen uitgestrekt en ik heb deze tekst uitgesproken. Ik heb de namen van dit gezin genoemd en gezegd, God, uw weg is volmaakt, uw woord is zuiver, u bent een schild voor allen die bij u schuilen. Laten ze bij u schuilen, want u bent God, er is geen God zoals u. Wie is een rots buiten onze God? Niemand. En ik was blij dat God mij dit gaf. Dit had ik denk ik uit mezelf nooit zo gebeden. En niet altijd krijg ik zo duidelijk zomaar zo'n tekst naar me toe. En samenwerken met de Heilige Geest hierin is iets wat je soms ook even moet oefenen en leren. En het kennen van Gods woord is ook belangrijk hierin. Maar als je daarin gaat wandelen, dan geloof ik dat we krachtige gebeden kunnen uitspreken voor anderen. Gods woord, naar hem terug bidden. Het liefst hardop, in het vertrouwen dat hij zijn weg daarmee gaat. Iets anders in Gods woord wat ik je wil aanreiken, zijn de gebeden van Paulus. Paulus bidt voor de gemeente die hij schrijft. En hij schrijft die gebeden ook op. En ik vind dat zo mooi, want hij was echt een bidder. Als we kijken naar de gemeente in Filippi, dan schrijft hij bijvoorbeeld, ik dank mijn God altijd. Wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. En dat doe ik vol vreugde. En aan de gemeente in Thessalonica schrijft hij, wij, dus Paulus bad ook met anderen samen voor deze gemeente, wij danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden. Paulus was zo diep doordrongen van de kracht en de noodzaak om voor elkaar te bidden.
Zo schrijft hij aan de gemeente in Efeze: trek je geestelijke wapenrusting aan en laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij. Paulus bad veel. Paulus bad vurig. Paulus bad vol vreugde. En hij bad ook met heel veel liefde. Als je kijkt naar Filippenzen 1, dan zie je dat hij de gemeente ook schrijft. U allen, dus jullie allemaal, draag ik op mijn hart. En dat doet me denken aan de priester die vroeger ook alle stammen van Israël op zijn hart droeg, op het borstschild. En Paulus doet dat ook. Hij draagt de gemeente op zijn hart. U allen ligt mij na aan het hart, zegt een andere vertaling. Paulus houdt van deze gemeente. En voorbeden is een daad van liefde. Even later schrijft hij ook: God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus. Paulus had deze gemeente in Filippi gesticht. Lydia was tot geloof gekomen en de gevangenisbewaarder. Hij was er nog een keer weer terug geweest. Maar nu kon hij niet naar deze gemeente toe, want hij zat gevangen. Maar hij kan wel bidden. En dat is wat hij doet. En het woord verlangen, ik verlang naar jullie. Dat woord, dat is eigenlijk een Grieks woord, splagna. En dat betekent je hart en je leven, je nieren. Dus al een soort innerlijke, diepe bewogenheid. Een grote ontferming van Paulus voor deze medegelovigen. En daarom bidt hij. Daarom bidt hij. Ken jij dat? Die innerlijke bewogenheid voor iemand. Die liefde voor iemand. Dat je gewoon voor diegene wil bidden. Dat je iets ziet en je denkt, oh, dat is, daar hou ik zo van. Ik ben er zo bewogen mee, net als Jezus was. En ik wil dan ook voor jou bidden. Dus we kunnen ook groeien in voorbeden als we die liefde, die innerlijke ontferming kennen. Paulus had die innerlijke ontferming. Maar hij deed nog meer. We kunnen nog meer van hem leren. Het eerste wat hij altijd doet in al die gebeden aan al die gemeenten is dat hij dankt. En God ook looft. Het danken en het loven van God ging samen bij Paulus. Dat is in de Joodse gebedstraditie vaak zo. Er wordt veelal gedankt en God wordt geloofd en zo wordt er gebeden. Kijk maar wat hij zegt. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u allen bid. En dan zegt hij, en ik ben er volledig van overtuigd dat God, die een goed werk in u begonnen is, dit zal voltooien tot aan de dag dat Jezus terugkomt. Dus hij dankt en hij looft God. Hij proclameert wie God is. Hij dankt ook voor de gelovigen in Colosse. Waar dankt hij dan eigenlijk voor? Nou, dat ze alle heiligen lief hebben. Dat ze in Jezus geloven. Dat ze hopen op wat in de hemel is. Dat ze de ware betekenis van genade begrijpen. Dat de Heilige Geest liefde in hen opwekt. Dat zijn de dingen waar Paulus voor dankt. Hij dankt dus eigenlijk niet zozeer voor of ze gelukkig zijn, of dat ze het goed hebben. Of ze in een vrij land leven, of dat ze gezond zijn. Daar mag je voor danken. Maar Paulus dankt voor dingen die nog veel fundamenteler zijn. Waar dank jij voor? Als je voorbeden doet voor een ander, zou het dan mooi zijn om te beginnen met danken. God loven. Wat zie jij in die ander, wat God aan het doen is? Dank hem daarvoor. Het laatste punt wat ik wil aandragen vandaag is dat Paulus niet alleen lief heeft, dankt, maar ook bidt. Hij bidt voor de Filippenzen dat hun liefde blijft groeien. Hij bidt voor de Colossenzen dat ze ten volle God mogen leren kennen. Hij bidt voor de mensen in Efeze dat God hun nog veel meer kennis en inzicht geeft in wie hij is. En eigenlijk in al deze drie dingen laat Paulus zien dat het gaat fundamenteel om het kennen van God. En dat God kennen en zijn liefde in je hart hebben steeds meer ook zijn weg in je leven gaat brengen. Waar bid jij voor? Als je voor anderen bidt, we mogen Gods woord bidden. We mogen deze fundamentele dingen bidden. Meer van hem. Altijd meer van God. Meer zicht op de eeuwigheid. Meer geloof, meer hoop, meer liefde. En zo mogen we als gemeente nadenken. Hoe zou ik willen bidden?
Ik heb best veel bij je neergelegd. Hoe ga je Gods woord terugbidden? Hoe ga je lief hebben? Hoe ga je God danken en loven? En waarvoor bid je dan? We kunnen leren van Paulus en Gods woord naar hem terugbidden en uitzien naar wat hij in ons midden gaat doen. Amen.